Een hele goede middag. Thijs van den Haak hier. En ik ga vandaag de website van Coolblue met jullie bespreken. En de punten uitlichten waar je zelf van kan profiteren. En die je zelf eenvoudig kan toepassen op je eigen website. Zodat je snel meer resultaten gaat halen. Dus meer sales, meer pagina bezoeken, meer aanvragen, meer leads, etc. Laten we eens even gaan kijken naar de website. Ik heb hier coolblue.nl ingetoetst. En nou, een eerste puntje wat opvalt, of wat misschien niet opvalt, maar wat mij opvalt als online marketeer, is hier de omschrijving van deze pagina. Die heet Coolblue, alles voor een glimlach. Ik zie heel vaak bij websites dat ze hier niet over hebben nagedacht of dit niet hebben ingevuld. Dus je kan hier eigenlijk zelf kiezen als meta description, zoals het dan heet, aan de achterkant van je site als je inlogt, wat voor tekst je hier wil hebben. Staan. Sommige bedrijven hebben hier bijvoorbeeld gewoon puur home staan. Nou ja, je kan er net wat meer van maken en dat persoonlijk maken. En dat geldt ook voor dit symbooltje. Hier kan je vaak zie je een WordPress-symbooltje, dus dan heb je dat eigenlijk nooit ingesteld. Maar hier kan je ook je eigen logo van maken. Dus dat is één. Twee, je ziet hier in de balk al, hoi Thijs, waar ben je naar op zoek? Dus Coolblue maakt het eigenlijk gelijk persoonlijk. Dat komt omdat ik ben ingelogd. Het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar mocht je de mogelijkheid hebben of mocht je een webshop hebben en je kan dit implementeren, zorg ervoor dat je mensen persoonlijk aanspreekt. Dan kunnen ze gelijk zien. Ja, dan valt het gewoon op. Als je jouw eigen naam wordt genoemd, dan wordt net eventjes de aandacht getrokken. Derde puntje is, even kijken, hier klantbeoordeling, een hele belangrijke. Dus wat heel erg belangrijk is vertrouwen. Dus dat je vertrouwen uitstraalt. Iedereen heeft wel een soort van beoordeling. Coolblue heeft natuurlijk heel veel. Je ziet hier dat deze link, zie je linksonder staan, dat hij doorlinkt naar de Kio-pagina van Coolblue. Maar hier kan je dus kijken van, oké, wat is er over jouw bedrijf bekend op het gebied van klantbeoordelingen? Heb je bijvoorbeeld een Google review pagina waar je een 7,5 hebt of een 8,5 of wat dan ook, dan kan je dat hier delen. Wil je naar je Facebook pagina linken, dan kan je dat hier delen. Of om andere plaatsen waar je reviews hebt. Dus mensen vinden het heel belangrijk wat andere mensen vinden hiervan. En het straalt gewoon vertrouwen uit. Dus geef het een prominente plaats op je website. Ook vierde tip, dit is ook een voorbeeldje van. Ja, social proof om het zo maar te noemen, dus om vertrouwen uit te stralen. 450.000 mensen vinden dit leuk. Nou, zet het ook op je site en toon daarmee aan dat de mensen die op deze site zijn niet de eerste klanten zijn. Dus is nogal wat als je bijna een 500.000 mensen hebt die jouw website leuk vinden natuurlijk. Hier is tip nummer 5, is dat je 7 dagen per week gratis thuisbezorgd als USP communiceert. Voor een webshop is het erg belangrijk om dit te communiceren. A, dat het 7 dagen per week is en B, dat het gratis is. Ook hier valt het woordje gratis op, waarmee de perceptie gecreëerd wordt dat ze Coolblue heel goedkoop is. Of dat waar is, ik heb geen idee, maar volgens mij zijn ze niet per se heel goedkoop, maar je krijgt in ieder geval die perceptie ervan. En verder, ja, tip nummer 6. Hier zie je eigenlijk gelijk, nu met 20 euro kassakorting, zie je eigenlijk gelijk iets van een korting staan. Ook hier weer, je hebt een bepaalde beleving die wordt meegegeven. Ik wil niet zeggen dat ze goedkoop zijn, maar de perceptie wordt in ieder geval wel gecreëerd. 20 euro kassakorting op een modem of wat dat dan ook is. Nummer 7. Iedereen kent waarschijnlijk wel de Coolblue TV-reclame, dat mensen lachend in een busje, een koelkast of een wasmachine bezorgen bij mensen thuis. Ook dat zie je hier als eerste. Zie je die twee gasten, zie je daar in die bus zitten, zijn aan het lachen. Dus het straalt gewoon een hele hoop vrolijkheid uit. En dat is iets waarmee Coolblue natuurlijk geassocieerd wil worden. Ja, ze verkopen over het algemeen producten die je overal kan kopen, maar door het feit dat zij dit zo brengen, vrolijk met een glimlach, etc., zorg er gewoon voor dat je een goed gevoel krijgt bij het shoppen bij Coolblue. Dus dat zijn eigenlijk eventjes de 7 tips op basis van wat ik hierboven zie op de homepage. En vervolgens, ja, dit is ja, eigenlijk staat alles in het teken om de klantervaring te beïnvloeden en om de perceptie zo positief mogelijk te maken.
Dus doe er je voordeel mee. Kijk waar je de tips kan toepassen. Pas op jouw eigen site. Ze zullen misschien niet alle 7 toepasbaar zijn. Maar ja, je kan er altijd wel 4, 5 gebruiken. Om ook op jouw site toe te passen en op die manier te zorgen voor meer klanten, meer aankopen en meer omzet. Dus succes daarmee en tot een volgende keer.